Cristiano Ronaldo, Antonin Panenka of toch gewoon Teun Koopmeiners. Dit zijn de top 10 beste penaltynemers aller tijden. Op 10. We trappen af met een keeper. Hans-Jürg Butt is dankzij zijn penaltycapaciteiten een van de 3 scorende doelmannen in de Champions League. Zo trof hij onder meer doel in de voor Bayern München cruciale wedstrijd tegen Juventus in 2009. Door de 1-4 triomf kreeg de onder druk staande Louis van Gaal extra tijd, wat uiteindelijk resulteerde in een bijna perfect seizoen. Op 9, Gaizka Mendieta. Rustig kijken wat de keeper doet en dan de bal rustig in de andere hoek schuiven. Het was de truc van Gaizka Mendieta. De technicus leidde Valencia zowel in 2000 als in 2001 naar een verloren Champions League finale. Tijdens zijn lange loopbaan faalde Mendieta slechts 2 keer vanaf 11 meter. Maar daar staan tientallen succesvolle pogingen tegenover. Op 8, Francesco Totti. Tijdens Euro 2000 verschalkte Francesco Totti met een lullig boogballetje Edwin van der Sar tijdens de beruchte schafschoppenserie. De AS Roma-icoon trapte zijn pingels normaal gesproken keihard in de hoek. In de Serie A sloeg Totti 71 keer toe vanaf 11 meter. Een record. Op 7, Matt Le Tissier. Bij de fans van Southampton stond Matt Le Tissier bekend als Le God. Dat was vooral te danken aan zijn ongekende loyaliteit aan de club en zijn spectaculaire doelpunten. Maar toch ook aan zijn scherpte vanaf de strafschoppenstip. Le Tissier faalde bij slechts 1 van zijn 49 pogingen. Op 6, Teun Koopmeiners. Jawel, het was op 23 februari 2020 bijna een pushbericht op VI.nl. Teun Koopmeiners miste een strafschop in het competitieduel met PEC Zwolle na 16 rake inzetten. De AZ-aanvoerder haalde diezelfde middag nog zijn revanche met 2 penalties die hij wel verzilverde. Op 5, Frankie Lampard. Een aanloop van 4 stappen en de bal geplaatst in het net leggen. Frank Lampard was bijna een garantie voor succes vanaf 11 meter. Zijn belangrijkste penalty nam hij in de Champions League finale van 2012 tegen Bayern München. Door zijn rake pegel bleef Chelsea in de race in de uiteindelijk gewonnen strafschoppenserie. Op 4, Cristiano Ronaldo. Er is één aspect waarin Lionel Messi sowieso zijn meerderheid moet erkennen in Cristiano Ronaldo. Namelijk strafschoppen nemen. De Portugees heeft een succespercentage van 84,6%. De Argentijn noteert een percentage van 77,4%. Ronaldo toonde zich onder meer ijskoud in de Champions League finales van 2014 en 2016. En dan gaan we naar de top 3. Alan Shearer. Alan Shearer mag als Premier League speler met de meest verzilverde penalties niet ontbreken in dit overzicht. De huidige analyticus schoot de ballen doorgaans kiezelhard binnen. De keepers die zijn kogels per ongeluk stopten, hielden daar vaak veel pijn aan over. Op 2, Mario Balotelli. Zo ongedisciplineerd als hij soms buiten het veld is, zo gedisciplineerd is Mario als hij moet aanleggen vanaf de stip. De flamboyante spits blijft altijd heel rustig en wint daardoor het psychologische spel met de keeper vaak. In 2013 domperde Balotelli nog Ajax in rouw met een rake penalty in de blessuretijd. Daardoor werd het 1-1. En dan de nummer 1, Antonin Panenka. We sluiten af met de uitvinder van de Panenka-penalty. Met zijn trage boogballetjes hielp Antonin Panenka Tsjechoslowakije in 1976 aan de Europese titel. Tientallen navolgers zou Panenka krijgen, maar zo mooi als zijn treffer tegen West-Duitsland, nee, dat werd het nooit meer. Vaak zijn de inzetten net te hard of blijft de keeper staan met een grandioze mislukkeling als resultaat. Dit waren de top 10 beste strafschoppennemers volgens Michel Abbenk van Voetbal International. De ballen